Het is de tijd van de Olympische Winterspelen en om in deze sportieve sferen te blijven, nemen wij de fakkel maar al te graag over. Niet alleen om warm te blijven, maar ook om jou de beste tips te geven over sportfilms die zich afspelen in de winter. Om het ijs te breken kunnen we het beste beginnen met I, Tonya. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van Olympisch schaatster Tonya Harding, gespeeld door Margot Robbie. Tijdens de Amerikaanse kampioenschappen ijsschaatsen in 1994 weet Tonya zichzelf naar de top te werken. Maar hoe ver wil je gaan om die top te bereiken? My entire life I've been told I wouldn't amount to anything. You know what? Maybe I would. Er wordt iemand ingehuurd om haar rivalen uit te schakelen. Niet veel later wordt Tonya gezien als hoofdverdachte en haar toch niet zo glansrijke carrière lijkt al snel in het water te vallen. En dan komt ook nog haar ex-man in beeld, die de situatie alleen nog maar moeilijker lijkt te maken. Voor de film droeg Margot Robbie een pruik om het zogenaamde white trash kapsel van Tonya na te bootsen. We also judge on presentation. Suck my dick. Om deze warrige krullen te maken gebruikte de Celeste een interessant ingrediënt, namelijk bier. I, Tonya werd door critici lovend ontvangen en zowel Margot Robbie als Allison Janney ontvingen meerdere nominaties en prijzen. Een andere sporter die deelnam aan de Olympische Winterspelen is Eddie Edwards uit de biografische film Eddie the Eagle. Met zijn knullige bril met jampotglazen geplet onder zijn skibril is Eddie zijn hele leven lang al de underdog. As long as I can remember, it has been my ambition to become an Olympian. Yeah. Eddie, you are not an athlete. I just needed to find the right sport. Eddie droomt van niets anders dan Olympisch goud. Hoewel hij eigenlijk in geen enkele discipline succesvol is, is hij vastbesloten om als eerste Engelsman deel te nemen aan de Olympische Winterspelen van Calgary in Canada in 1988. Hij krijgt hulp op een onorthodoxe manier van een Olympisch ex-kampioen, gespeeld door Hugh Jackman. You're a disgrace to the sport. Good. Personal best! And we're a disgrace! Een rol die er voor de film werd bijgeschreven. Tijdens dezezelfde Olympische Winterspelen van 88 was niet alleen Eddie the Eagle aanwezig, maar ook het Jamaicaanse bobsleeteam. Ze willen het allereerste Jamaicaanse bobsleeteam vormen en roepen de hulp in van een ex-bobsleer om hen te coachen. Het begin van een lange weg naar de top. Cold weather endurance is vital to building a successful sled team. This is the true story of four unlikely athletes. How about I beat your butt right now? How about I draw a line down the middle of your head so it looks like a butt? Hoewel de film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, zijn veel delen en personages fictief. Zo moet in de film het Jamaicaanse team strijden om respect te krijgen van andere teams, terwijl ze in werkelijkheid met open armen werden ontvangen. Hoewel Disney het liefst Denzel Washington en Eddie Murphy voor de rollen had willen strikken, werd Cool Runnings de succesvolste live-action Disney-film van dat moment. Cool Runnings bewijst dat je veel kan behalen door net even een stapje extra te zetten. En dat doet ook Jeremy Jones met zijn team in de documentaire Higher. Snowboarder en filmmaker Jeremy Jones reist voor de film met een ervaren crew snowboarders af naar Alaska en het Himalaya-gebergte in Nepal. Daar wil hij de besneeuwde toppen bestijgen door halsbrekende toeren en nieuwe records. It's warming rapidly, we gotta go. In deze documentaire is Jeremy Jones niet alleen de hoofdrolspeler, maar ook de regisseur. Eerder maakte hij de films Further and Deeper, waarin hij ook heel wat drempels over moest om de top letterlijk en figuurlijk te bereiken. Een andere documentaire is To Russia with Love, die zich afspeelt tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi. De film volgt de mediagekte, terwijl LHBT-atleten en activisten de Russische anti-homo-wetten bekritiseren. Homopropaganda is namelijk verboden in Rusland. Homoseksuele Olympische atleten staan voor een moeilijke keuze. Protesteren voor hun rechten of zwijgen ze meedoen aan een competitie? Do you feel like it matters to you as an athlete that your Olympics is going to be in a country that thinks of you not as a real part of society? Because there's only a few of us who are gay and going to the games, you can take it quite personally. Zich uitspreken over homohaat kon immers leiden tot schorsing van de Olympische Spelen. De beelden van deze documentaire zijn in het geheim gemaakt om de atleten te beschermen. Schorsing bij de Olympische Spelen komt ook terug in de film Blaze of Glory. De onderlinge rivaliteit tussen tegenpolen en topschaatsers Chaz en Jimmy loopt zo hoog op dat ze allebei voor hun hele leven geschorst worden. Maar de mannen geven niet op en vinden een manier om zich toch te kunnen kwalificeren voor de volgende Olympische Spelen. Ze gaan meedoen als koppel. Is
thought you'd like to see what a skater's body really looks like, hmm? Chaz Michaels and Jimmy McElroy are figure skating. Boom! That was his fault. You two are the last pieces of the puzzle. Een hilarische film met hilarische performances van komische acteurs Will Ferrell en John Heder, die een groot deel van hun teksten improviseerden. De twee moesten voor de film leren schaatsen en trainden daar intensief voor. En dat ging niet zonder slag of stoot. John Heder brak namelijk zijn enkel tijdens de voorbereidingen. De film is geproduceerd door onder andere Ben Stiller, die oorspronkelijk ook een rolletje zou spelen. Maar daar zag hij toch vanaf omdat hij vond dat hij al te vaak van dit soort personages had gespeeld. We eindigen met de film Miracle, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Herb Brooks, gespeeld door Kurt Russell. Een speler die coach werd voor het Amerikaanse Olympisch hockeyteam van 1980. Tijdens de Spelen leken de Russen onverslaanbaar, maar Brooks wist zijn team naar de overwinning te brengen. I got no time for quitters. You want me to play, huh? I want you to be a hockey player! I am a hockey player! Think that'll get him going? Oh yeah. Een prachtige ode aan Herb Brooks, die tijdens de productie overleed na een auto-ongeluk. De film werd uitgebracht ter nagedachtenis van de legendarische atleet en eindigt met de treffende woorden: He never saw it, he lived it. Dit waren onze 7 winterse sportfilmtips. Benieuwd waar je ze aan iemand kan zien? Check girlsinfilm.nl voor het overzicht.